Hallo, welkom in onze wekelijkse speeddate. En in deze speeddate wil ik het hebben over drie veel voorkomende drieklanken en hoe je ze op een efficiënte manier kunt oefenen. Ik denk dat deze speeddate nuttig kan zijn voor iedereen die een klein beetje inzicht wilt hebben in de wonderwereld van de akkoordjes. Want deze akkoorden, deze komen zo vaak voor in allerhande popsongs, dat het de moeite loont om ze eens goed dichterbij te bekijken en ook goed door te nemen. En dat kan je op de volgende manier doen. Maar eerst en vooral, misschien een klein beetje beknopte theorie voor wie niet vertrouwd zou zijn met akkoorden. Dus hier, theorie in een notendop. Een drieklank bestaat, zoals het woord zegt, uit drie klanken. En een grote drieklank, of een majeur drieklank, die bestaat uit een begintoon, tonica, een grote terts, en een grote terts is een afstand van twee tonen. Het is ook wel je derde toon in je toonladder, want drie klanken die worden namelijk opgebouwd uit toonladders. En dan hebben we de derde toon, dat is namelijk de kwint, die vijfde toon in je toonladder. Majeur. Majeur klinkt, net zoals ik, vrolijk. Die grote terts die zorgt daarvoor dat we deze majeur klank kunnen benoemen en zo kunnen onderscheiden van de mineur drieklank, die daarentegen minder vrolijk klinkt. Ja? Mineur. In de mineur drieklank hebben we dus de kleine terts die het verschil maakt. En een kleine terts is een afstand van anderhalve toon. En dan onze derde soort is een sus4 drieklank. En in een sus4 wordt de terts vervangen door de vierde toon, door de kwart. En dat mooie akkoordje, die zorgt ervoor dat we ons majeur akkoord eigenlijk een beetje kunnen uitstellen tot de climax. En dat komt vaak voor in melige en minder melige popsongs. Ja. We krijgen dan meestal zoiets. Ah. Hoe mooi is dat? Laten we eraan beginnen hoe je ze nu op een efficiënte manier kunt doorspelen. We starten met de grote drieklank. We gaan die halve toon stijgend doornemen. Dus we gaan eigenlijk ook via de chromatische ladder die drie klanken oefenen. Nu zitten we op D drieklank of Re, Mi mol. Een variant van oefening is namelijk wanneer je de terts en de kwint gelijktijdig speelt en dan afwisselt met je tonica. Dan krijgen we dit. Deze oefening is zeer interessant en nuttig om te oefenen, omdat je er verschillende targets mee bereikt. Natuurlijk, je leert op een alternatieve manier nog beter die akkoorden inoefenen, maar je leert ook eigenlijk al een soort ritme die vaak wordt gebruikt in ballads. Ja? Uiteraard gaan we ook diezelfde oefeningen met onze linkerhand doornemen. We starten eerst gewoon met de vaste drieklank. Gebroken dus. Gebroken dus.
We zijn dan bij de mineur reeks aangekomen. Dan hebben we C mineur, kleine terts. Hè. C kruis mineur, D mineur, Mi mol mineur en zo verder. Ook weer gebroken. Linkerhand. Gebroken. Onze derde reeks is de sus 4. Gebroken. Linkerhand. Gebroken. We hebben nu al deze oefeningen doorgenomen vanuit de tonicaligging. Dat wil zeggen dat onze eerste noot de grondtoon is. Maar we kunnen ook akkoorden omkeren. Namelijk, we kunnen ze ook in een eerste omkering spelen. Dus in plaats van do, mi, sol in het C-akkoord, starten we dan op de terts, de kwint en onze grondtoon wordt dus eigenlijk een octaaf hoger gespeeld. Diezelfde oefeningen kan je dus ook toepassen vanop deze ligging. Welke heb ik nog niet gedaan? Ah, G, ja. Ja. Ook weer, deze kan je ook op de manier spelen om een ballet te begeleiden, die gebroken manier. Uiteraard kan je ook deze oefening met je linkerhand oefenen. Mineur, hetzelfde verhaal. We starten vanaf de kleine terts, kwint en dan tonica. Dat is dus de eerste omkering. De eerste omkering begint met je terts. Gebroken. Linkerhand. Gebroken. En dan hebben we nog de sus drieklank. Wanneer we deze in een eerste omkering zouden spelen, dan krijgen we dit. Dus C sus. Dan gaan we starten vanaf de kwart. En
En dan ook natuurlijk je linkerhand op dezelfde manier met die sus drie klanken in deze ligging. We hebben nog een omkering, namelijk de tweede omkering, en dat is wanneer we starten vanaf de quint. Quint, octaaf, terts. Dus op C hadden we eerst tonica ligging, eerste omkering. Okay. Zelfde oefening, gewoon chromatisch, eerst doornemen. Kan je ze ook weer breken. Linkerhand. Waar zit ik? Ja. De mineurs, ja. Tweede omkering in mineur, dus krijgen we dit op C. Grondligging. Eerste omkering. Tweede omkering. Dus mineur, tweede omkering. Linkerhand. Oh, sorry. Tweede omkering dus. En dan hebben we ook de sus drie klanken in de tweede omkering. En dan krijgen we een kwartstapeling. Ja, we hebben het akkoord omgedraaid. We zijn begonnen met de grondligging, dit. Eerste omkering, met de kwart onderaan. En nu met de quint onderaan. En dan krijg je een mooie open klank, doordat je die kwarten stapelt. Misschien ook handig om enkel en alleen die grondtoon als referentie in je linkerhand erbij te spelen. Zo, dat was het voor vandaag. Op deze manier kan je je akkoorden veel beter ook oefenen. En krijg je meer inzicht in deze ongelooflijke, boeiende akkoordenwereld. Alvast veel oefenplezier en tot de volgende. Ciao.